Geen sportfilmpje van mij. Ik ben grieperig en blijf thuis. Waarom? Allereerst natuurlijk voor mezelf. En tegelijkertijd ook voor al die andere mensen die een veel hoger risico lopen. Ik wil graag bijdragen aan het wij. En velen van ons doen dat de afgelopen weken. De initiatieven zijn werkelijk waar prachtig. De saamhorigheid, de acties die mensen ondernemen. En ook de manier waarop we voor elkaar applaudisseren. Het doet me realiseren dat we normaal gesproken veel minder op dat wij gericht zijn. En veel meer op het ik. En misschien is het gebrek aan saamhorigheid wel de belangrijkste reden dat we nu in een crisis zitten. Of in ieder geval het feit dat die crisis zo groot is. Ik heb het volste vertrouwen erin dat we deze crisis gaan overwinnen. Samen. En tegelijkertijd vraag ik me af, wat als de crisis straks voorbij is? Gaan we deze dan ook gebruiken om er beter van te worden? Samen. Want ik denk dat het kan. Als we in staat zijn om meer in een gevoel van saamhorigheid te blijven en veel meer te kijken naar wat kan ik geven in plaats van wat kan ik krijgen? Ik bedoel, we leven immers niet in een omkrijging, maar in een omgeving. Dus gaan we deze uitdaging met z'n allen aan? Gaan we dingen anders plannen, organiseren en regelen? Zodat we ervoor zorgen dat we stappen maken en meer gaan werken aan hoe we met elkaar omgaan. Om dat te kunnen veranderen de komende jaren. For the better, wat mij betreft. Dus, we is the new I. Doe je mee?